Nou, mag ik een paar dingen zeggen waar we mee bezig zijn en die we doen? Hè? Dus A, het gaat om bewustwording en vakmanschap. Dus dat... ik vind wel dat gewoon heel Nederland moet weten wel met welk taalgebruik er binnen de politie gesproken wordt. Er wordt gesproken over NATO's, Noord-Afrikaanse teringleiers op sportschoenen. Er wordt gesproken over tokkies. Dus het is niet alleen etnisch profileren, maar het gaat ook op klassenniveau. Ja. Dat is wel al heb je 30% of 40% diversiteit binnen de politie. Als de politiecultuur zelf gebouwd is op racistische karikaturen, dan heeft het helemaal geen zin. Dat is wat er veranderd moet worden. Okay. En bewustwording is niet alleen vertellen etnisch profileren is fout. Want bewustwording etnisch profileren gebeurt namelijk bewust, omdat hij voldoet aan een stereotype beeld. Ja, dat is één. Het tweede is dat we veel meer willen investeren in de relatie met bevolkingsgroepen. Met name etnische bevolkingsgroepen die hier het slachtoffer van zijn. Een voorbeeld noemen. Wij weten bijvoorbeeld dat in de zomer in Amsterdam dat er dan vaak Roemeense zakkenrollers hun slag slaan. Dat weten omdat die ook zijn aangehouden enzovoort. Ja. Nou, dan hebben wij een zakkenrollersteam. Dat zakkenrollersteam gaat de straat op. Ja, waar gaan die naar kijken? Die gaan dan toch kijken naar groepjes jonge mannen die er Oost-Europees uitzien en die dan bijvoorbeeld in een tram stappen. Ja, ben je dan etnisch aan het profileren? Nou ja, het gaat om kansinschatting. Ja. In uw geval is dat gewoon helemaal fout, hoor. We investeren enorm in diversiteit. We zitten nu op bijna 20% instroom. En als we veel meer divers zijn, dan kunnen we ook veel beter dat contact maken. Want wij hebben natuurlijk juist mensen in etnische minderheidsgroepen. Die hebben we ook enorm nodig om informatie te krijgen, om zaken op te lossen enzovoort. Dus... En als laatste nog twee dingen. Ja. We zijn bezig met de ontwikkeling op MEOS. Dat is het apparaat waar je dus een bon mee kan schrijven en waar je dingen na kan trekken. Dat als je een kenteken natrekt, dat dan onmiddellijk naar boven komt de eerdere keren dat die auto al gecontroleerd is. En dat daar dan niets mee... For no reason even. Dus zelfs als er niks aan de hand was, dan staat dat er toch bij. Nee. Dan staat dat erin, ja. Jij geeft trainingen bij Control Alt-Delete, daar ga ik je straks over vragen. Maar ben jij ook een ervaringsdeskundige? Ik ben wel eens onterechtstaande gehouden, ja. Maar ik hoef er volgens mij er niet heel lang over uit te wijden, want er zijn heel veel verhalen die daarover gaan. Hetgeen wat ik gewoon wil duiden is eigenlijk wat die twee heren ook zeggen. Ja. Etnisch profileren is gewoon een vorm van racisme. En de racisme is dusdanig geïnstitutionaliseerd dat het gewoon echt een groot probleem is. Dus op dit moment staat het eigenlijk gewoon symboliek. De tweede symboliek voor racisme is op dit moment etnisch profileren.